Een hele goede dag, dames en heren. Even kijken hoor, ik ben Jan Robert. Ik moet even naam veranderen natuurlijk. Zo, rename. Zo. En die is Mark, Jos en Harry en Ger zijn aanwezig. Hartstikke mooi. Die hard fans natuurlijk. Ik zal even jullie chat aanzetten. Dan is dat jullie bij deze geregeld. Everyone, everyone. Zo. En dan heb ik hier voor jullie. Dat moet ik even delen. Alles werkt, kijk. Ja, de chat werkt nu ook. Daar ben ik heel blij om natuurlijk. En dan ga ik een dingetje doen. Zo. Vandaag hebben we een kleine groep, dus we kunnen een soort Q&A-sessie doen. Vraag een antwoord over daytrading, wat u wilt weten. En ik zal straks even in het systeem laten zien hoe dat ook allemaal werkt. En dan kun je daarmee van start. Dus wat zijn op zich de topics die we vandaag willen behandelen? Ik ga nu mijn idee is, ook voor degene die echt nieuw is, dat het ook begrijpelijk is dat wat je iets mee kan doen. Ik kan jullie ook iets vertellen over 7 juli. Heb je een daytrading seminar speciaal voor de ambitieuze beginner. Dus wie van jullie is beginner momenteel? Of wie handelt al echt diehard met met daytrading? Ik ben beginner. Wat we hebben namelijk gedaan. Ik zal even iets laten zien. Dat is namelijk event van aanstaande 7 juli op vrijdag hebben wij speciaal voor ambitieuze beginners heb ik een sessie voor jullie en ik heb ook een mystery guest, een autoriteit op het gebied van Forex, die heb ik uitgenodigd om mee te gaan doen en die gaat ook presentatie geven. Dus normaal gesproken doe ik dit niet, maar ik ga het even naar voren halen. Dus we hebben op 7 juli een mooi daytrading seminar. Waarbij we dus ingaan op hoe je succesvol kunt handelen. Dan heb je niet ons systeem nodig. Dus als jij 7 juli tijd hebt van 9 tot 5. Dus inclusief de FIPS van 4 tot 5. Een normaal ticket is van 9 tot 4. Hebben wij een geheel verzorgd dag. Inclusief lunch, water en thee en koffie. En wat we daar hebben. We hebben een live trading met metatraden via een MTW systeem. Waar ik straks over ga hebben. Ook de timing gaan we natuurlijk goed behandelen. De koers door bepalen. De psychologie en strikte persoonlijke ontwikkeling. En een basisticket is €197. Nou, als je nou, ik wil graag een VIP-arrangement. Dan heb je dus een 1 uur extra coaching van 4 tot 5. En speciale VIP-plaatsen om ook de sessie goed te kunnen bekijken. We hebben lunchtafel met experts. We hebben ook 2 coachingswebinars voor en na het seminar. En we hebben nog 2 boeken cadeau. Eigenlijk ben ik van plan daar 3 boeken van te maken. Dat is namelijk crypto trading voor ambitieuze beginners, forex trading en nog een ander leuk boek wat ik ook binnenkort ga uitbrengen. Maar ik zou zeggen, feel free om even op die link te klikken, TCT. Als je interesse hebt om 7 juli te komen, bied ik ook de ticket aan met een intro DC. Dus mocht je zeggen, nou, ik wil graag komen en ik wil gaan met iemand anders, mag ik hetzelfde ticket en heb je nog vragen, dan mag je mij daar ook op benaderen. En dat is via info@moneytowork.com. En anderzijds mag je ook even met mij een Calendly call inplannen. En dat is namelijk Calendly. En dat is via Jan-Robert Schutte. En dan ga ik zo even naar de over tot de orde van de dag. Dus dan ga ik even nu het scherm opzetten van FX Flat. Dus dat is deze.
En ik zie ook dat een aantal deelnemers zijn. Ik zie SJ ook. SJ, handel jij vooral met opties? Want ik dacht dat ik jou bij de optie-webinar zag. Of ben jij gewoon een allrounder eigenlijk? Dat je alles handelt los en vast zit. Het voorschijn toveren. En nou, morgen is dan ook een sessie over de short strangle met de DAX. Hè? Dat is dan een andere dynamiek. Ik heb hier verder met futures. Kijk, mooi. Dan dek je waarschijnlijk de opties af met futures. Dan heb ik hier dus een scherm van Fred. Nou, als je dus de DAX wilt handelen, de DE40, dat kun je op diverse manieren doen. Eén contractwaarde van de DAX, dat is namelijk één index. En dat is namelijk hier op 16.240 is de markt ongeveer. Dan kun je met een 1.000 euro account één contract heen en weer slingeren. En je kunt ook mini-contracten handelen van 0,1. Nou, dat zie je dus ook voorbij komen, mini-CFD's. Dan heb ik hier een mini-CFD. Die hebben ze nu gesplitst, zie ik. Dus mini-CFD's 1, dat is met indices waarschijnlijk deze. En mini-CFD's 2, dat is met olie en met goud. En wat mooi is, dat we namelijk olie en goud hebben. En dat is namelijk in de commodities. Maar de commodities hebben we net afgelopen dinsdag behandeld. Hebben we ook een webinar van gegeven. En wat ik even wil laten zien, is dat je dus ook in goud kunt handelen via de DAX op 0,1 contract. Nou, we hebben dus ook nu een verkooppijl. We zitten net rond het nulpunt. Dus wat ik even wil doen, ik wil hier een sellstop inzetten. Waarom? Omdat we dus een verkoopsignaal hebben. We zitten in dit scheidslijntje zitten op nul. Dit is een tipping point. Als we onder nul duiken, dan zal die markt ook naar beneden worden getrokken. Ik ga alles even in perspectief plaatsen. We hebben een daily open van vanochtend om 8 uur Nederlandse tijd, servertijd 9 uur. En we hebben om 10 uur servertijd, oftewel 9 uur Nederlandse tijd, Frankfurt open hebben we hier. Nou, we zien dus dat de ochtendsessie is eigenlijk begrensd aan de bovenkant op dit niveau. En aan de onderkant, dit niveau, hebben we hier dus een steunzone gehad. Pre-opening tussen 8 en 9. En hebben we dus eerst een rally gehad die bij de daily open omhoog werd getrokken tot boven de pivot point. Is dus niet meer boven de 16.296 gegaan. We hebben hier dus 450 punten naar beneden. Oh, sorry, 45 punten. 100 is dat 45 punten range. Zie dat deze nu aan de onderkant is doorgebroken. We hebben nu een mini. Hoe heet dat? Minietje hebben we hier. Een mini support level. Dat is hier. En eigenlijk kun je zeggen, we hebben dan iets grotere trading range. Dus mocht die markt ook doorbreken naar beneden toe. En mijn target is sowieso. Dit is een rechte lijn. Moet ik het voorstellen. Dan denk ik dat we hier kijken naar richting 16.200 kunnen gaan. Nou, we zitten nu in een soort lunchwebinar. Dat betekent dat al die traders natuurlijk aan het lunchen zijn. Maar ik vind het belangrijk om even te kijken van wat er nou ook al gaat spelen. Als u nog een eigen verzoeknummertje hebt qua markt, dan ben ik bereid om die straks ook even door te lichten, zeg maar. Zo, dan heb ik hier een low, een high, tik tik. Nou, je ziet dus dat we nu een 5-minuten candle hebben hier. Die is nu nog aan het lopen. En die gaat pas om 12:15 Nederlandse tijd gaat die sluiten natuurlijk. Nou, dan hebben we dus een 5-minuten grafiek. Die is meer als een beetje een richtlijn. We zitten al een hele tijd in een downtrendje van 50 punten. En de markt is op zich neerwaarts gericht, alleen zie je dus dat we nu een consolidatiefase hebben, aan deze kant. Dus wat we hier hebben, is hier aan de bovenkant en de onderkant. Mini trading range. En
We zien dus een vlakke PMA. Dat betekent dat die vlakke PMA aangeeft dat de markt vrij zijwaarts aan het bewegen is. Dus wat we hier gaan doen is, eigenlijk wil je niet gaan aanklooien. Wat mijn strategie is, ik blijf in deze training range blijf ik hangen. Zo. Zo. En wat ik eigenlijk wil doen, full size erin of bij een uitbraak aan de bovenkant, hier naartoe. Of een full size, dus twee keer twee contracten zeg maar erin in plaats van één. Dus zolang ik gewoon in dit gebiedje zit hier, doe ik gewoon met één teen in het water. Dan ga ik hier in ieder geval op handelen met één contractje. En gaat hij daar doorheen naar beneden, dan ga ik nog eentje erbij zetten. Dus wat je ook kan doen, ik neem er nog even een iets bij, aan de zijde. En dan heb ik hier mijn trades klaargezet. Want als je dus naar beneden gaat, ik wil altijd een nieuw dieptepunt hebben. Ik heb hier een pijl gehad. Dat is dan 16.237.68. Afronden naar 37 rond. Minus 3 is 34. Dan ga ik naar 34. Opschrijven. En dan zie je bij de gele lijn, daar zet ik hem neer. Want als ik dus een order heb en die wordt gehit, dan wil ik dat die onder de lows komt. Zijn er vragen over het systeem? Want het is namelijk een trading support system. Hè? Die biedt ook de mogelijkheden aan om jouw support te bieden welke richting de markt op gaat. Niet dat je als een soort wiggelroede en dat je maar moet gokken. Dus dat is niet de bedoeling. Nou, dat is mooi. Kijk, nu zien we candle by candle analysis. We zien dus dat de candles klein zijn, de trendmatigheid is laag. We hebben onderin hebben wij namelijk een, rond dezelfde niveaus hebben wij MACD aan de onderkant. En heb ik hier aan de bovenkant. Heb ik hier aan de bovenkant deze. Tik. Aan de bovenkant hebben we dus lagere toppen in die MT-indicator. Swing ik deze even naar beneden. Zo. Hier, dat hier dus ook een dingetje komt. Zie je dat hier ook een scheidslijn is? Knik. Dus een hakpuntje hier. En hier is een hakpuntje. En eigenlijk is het zo dat je dus heel operatief kunt acteren. Je hebt dus onderin rood, dan ga je alleen met een verkoopbril kijken. En dat was een rit naar beneden van 40 punten ongeveer. En als het dus groen is, dan ga je met een koopbril kijken. Nou, we hebben hier dus een aantal koopsignalen gehad. Hè? Dus hier heb je een koopsignaal. 48 plus 3 is 51, komt dan een order te liggen op 51. Maar dit is een high, is niet aangetikt. En hier ook niet. Dan zou hier net ook niet aangetikt worden. Dit is een 51 al zou hier net ingetikt worden. En dan had je een verliesje. Dus dit zou dan een verliesje zijn van 10 punten ongeveer. En je ziet dus dat hier dan ook een training range in wording is. Dus eigenlijk wil je ook niet kijken naar groeiend gras. Kunnen we even kijken wat voor markten nog meer interessant zijn. Nou, we hebben gisteren trouwens een FED-vergadering gehad. Hè, dat de rente is voor mij 5,25 geëindigd. Hè. Ze hebben niet de rente verhoogd. Maar de FED is wel voornemens om de rente te gaan verhogen eerdaags. Daar schrikt de markt een beetje van. Daarom dat je ook een neergaande markt zag. Nou, dat zag je dus ook in de DAX volgens mij. Maar zeker in die Nasdaq. Met deze ietsjes naar links schuiven. Links schuiven. Zag je dus ook hier. Dit is allemaal nachthandel. Nou, hier zie je dus wat gebeurt. Om 9 uur, servertijd 8 uur. Hadden wij dus hier een mooie rit omhoog. 15 puntjes op die DAX.
Maar je ziet dus hè, wat er gebeurt bij de 8 uur, tussen 8 en half 9, zag je dus een behoorlijke dip naar beneden, 65 punten in de DAX. En de Nasdaq was ook niet op dito. Maar je ziet ook altijd, als je aan het handelen bent, pas altijd op met het innemen van posities rond de cijfers. Daar moet je gewoon mee oppassen. En dan kun je altijd terugkijken op Forex Factory natuurlijk. Maar als ik even ga kijken naar de euro-dollar. Kijken of ik die bij kan pakken. Even de DAX, euro-dollar en de US-TECH. Pak ik de euro-dollar erbij. Dan heb ik hier. Zie je dus dat gisteren behoorlijke super naar beneden werd gezet. Namelijk volgt. Kijk, hier was die candle in één keer, boom, naar beneden. En je wist ook wel dat een opwaartse druk was op de rente, omdat de euro-dollar naar beneden ging. Een daling van de euro-dollar, wat betekent dat? Dat betekent dus een verzwakking van de euro, oftewel een versterking van de dollar. En dat heeft alleen maar te maken, als de dollar sterker wordt, dat dan te maken heeft met de rente. Want als de rente hoger ligt dan in Amerika dan in Europa, dan is een opwaartse druk op de dollar. Dan wordt de dollar aantrekkelijker. Hier is ook een... naar beneden toe, 50 pips naar beneden. Met een 0,1 contract is dat $50. Met een 0,01 is dat $5. En met een vol lot op de euro-dollar is dat $500 in één keer. Maar je zag ook aankomen, hè? Je had dus die PMA, die was al oranje, die gaf het al aan. Nou, dan had je dus ook een verkoop, hier had je een verkoop. 5 minuten om 9 uur, het ging in één keer naar beneden. Dus pas er gewoon mee op dat je in ieder geval niet te snel in de markt gaat. Ook als je in de markt zit, dat je mee naar beneden beweegt. Dan moet je wel oppassen. Maar je ziet dus dat op een gegeven moment, ja, dan loopt de markt gewoon weg. Je ziet ook de avondhandel in Azië gaat ook weer open. Behoorlijk veel volatiliteit. En wie van jullie handelt wel eens in de nacht? Ik heb, dit is de 5 minuten grafiek op de euro-dollar. Dan kun je ook de 5 minuten grafiek met de MT-indicator onderzetten. En dan pak je bijvoorbeeld een take-profit van 10 pips. En dan hebben we hier, even kijken hoor. Deze. We hebben hier dus, de bovenkant. Een scheidslijn. Altijd is het zo, als je rond de snijpunten zit, van rood naar groen en zo'n groen naar rood, heb je de eerste signalen zijn altijd het beste. Want dat is de eerste beweging van de markt. Maar je ziet dus ook dat hier dan 30 tik omhoog gaat, 30 pips. En dat je nu aan het afzwakken bent als er puntjes komen. En dat zie je onderin, rode puntjes, rode bolletjes. Dat betekent dus de verkopers komen aan zet. En daar moet je mee uitkijken. Dus de verkopers komen aan bod. En als je onderin ziet bij verkopers, hè. Of bij de verkopersmarkt zie je groene bolletjes en dan de kopers, die worden dan sterker. Dus bij een groen gebied, rode bolletjes, verkopers worden sterker en groene bolletjes betekent kopers worden sterker. Is dat duidelijk? Zijn er nog bepaalde belangrijke dingen die je nog wilt weten? Ger zegt, de spread is te groot. Ik weet niet welke markt je bedoelt, Ger. Is dat ook om de euro-dollar? Want ik dacht dat de Forex wel vrij goed was. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is een goeie. Dat is een catch namelijk, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het toevoegen. wie van jullie handelt wel eens op de Bitcoin, zeg maar? En wie vindt het leuk om hier op de Bitcoin ook wat te doen in het weekend? Dan heb ik daarvoor ook wel een link voor. Nou, hoe beperkt het risico? Nou, mooi is aan dit geheel. We hebben namelijk een trader dashboard in de leven geboekt. En als je op nieuwe order klikt, dan heb je hier dus
Een stop-loss en een take-profit heb je hier. En dat betekent dat we dus hier een bid-laadkoers hebben. En iedere keer moet je dan, als je orders gaat plaatsen, moet je dan het matig doen. Nou, dat hebben we ondervangen, dus door een soort tweede dashboard te maken, TDB. En daarin geven we aan gelijk de take-profit en stop-loss. Die kun je dan invullen, 10 pips. Take-profit 10 pips stop-loss. Met een correctiefactor van 10 is dus 100 pips. De stop-room is 20. Stop-room is 2 pips in dit geval. Je mag hem ook op 1 pip zetten. En los hij staat standaard op 0,1. Dan kun je ook iets lager zetten op 10 cent, zeg maar. Op 0,01 of op 1 als je een grotere account hebt. Maar het risico beperkt je doordat die stop-loss erin zit. Als ik deze op 0, gewoon op zelfstop zet. En dan zie je hier dus een stop-loss op €9, $10. En aan de onderkant heb je een take-profit. En die staat dan op €9 winst. Die kun je ook allemaal wegslepen. Dat is eigenlijk ook het risicomanagement wat we hier aan toepassen zijn. En je kunt ook een grafiek aan toevoegen. Dan zeg ik hier bijvoorbeeld, ik wil een mini-save deze aan toevoegen vanuit de D40 Mini. Die zet ik weer in. Nou, we hebben ook dit is 1 minuut grafiek, zet ik erin. 1 minuut grafiek. We zitten volgens mij nu in een trade. M1. En we hebben nu 7 punten winst op dubbele posities. Nou, hartstikke mooi. Deze zet ik naar beneden. Dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga mijn posities managen. En dat is een goede, Harry. We hebben nu dus een uitbraak. En ga ik deze naar beneden slepen, dan heb ik dus de posities. Heb ik dus zo gedaan, dat ik op deze manier de take profit aan de onderkant heb. En ik heb deze voor mijn 0,1. Nou, ik ga met 1 positie eruit. Dan pak ik die op 6 punten bijvoorbeeld. En die ben ik klaar. En nu heb ik dus de positie gesloten. En met 2 keer 6 punten, 12 puntjes. En dan kun je weer verder. Nou, je kunt dus een eigen profiel maken. En natuurlijk ook de markt die we aangeven, die kun je zelf ook aanmaken. Nou, ik heb hier de DAX, Nasdaq en euro-dollar. Nou, als je bijvoorbeeld een ander profiel maakt, dan kan ik zeggen, weet je wat, ik ga hier een profiel maken. En dan geef ik die een naam op van lunchwebinar. 15 juni. 23. Nou, dan kun je dat altijd weer terugvinden. Welke markten vind je in principe interessant? Ik heb afgelopen dinsdag heb ik een presentatie gegeven over de goudmarkt. Een week eerder was het met de oliemarkt. En ik zal jullie ook even laten zien hoe dat dan eruit ziet. Ik zal jullie even de kanaal van ons aangeven. Feel free om jullie te abonneren op ons kanaal. Want daarmee kun je namelijk ook op de hoogte worden gesteld van onze sessies. We hebben in de live trading webinar heb ik dus hier opgezet. En die zal ik ook even doorsturen. Dat kun je op ons kanaal vinden. Dus feel free om daar ook op te abonneren. En dan kun je ook jullie meldingen geven. Even een melding en dan kan ik daar ook op reageren. Dus deze, dat is dan die. Even kijken hoor. Even kijken wat we hier nog hebben. Wat gebeurt er allemaal nog met... Nou, je ziet dus dat we iets naar beneden zijn gegaan. Ik ga even terug naar de basisdingen. Dat is de DAX bijvoorbeeld. En dan hebben we hier een dingetje. Ik had dus ook het koersdoel had ik aangegeven. Richting 20. Nou, hier heb ik dus 200. Nou, je ziet dus dat de koersdoel bijna behaald is. We zijn een beetje halverwege. En dat krijg je ook te leren op onze live daytrading seminar op 7 juli.
Dus wie vindt het op zich wel leuk om daarheen te gaan? Dus dat is wel interessant als je echt succesvol wilt handelen, natuurlijk, dat je goede stevige basis legt om te gaan traden. En ik zal deze nog inzetten. En op die manier ja, dat doen. Dus, oké. Okay. Heeft iemand nog tot slot een verzoeknummertje voor mij voor een bepaalde markt? En je ziet in ieder geval hoe je kunt handelen. Je hebt koop-verkoopknopjes. Je kunt de markten bespelen op elk tijdstip wat je zelf wilt. Sommige markten zijn dan in de avond bijvoorbeeld minder goed wegen de verschil tussen bied- en laadkoers. Dat je de spread niet goed hebt. Dus dat is mooi dat je dat ook in ieder geval weet. En nou, als je nog een verzoeknummer hebt, ik wil jullie nog de gelegenheid bieden om wat vragen te stellen. Anders rond ik zo over 5 minuten af. Dus met andere woorden, heb je nog een verzoeknummer qua markt, dan laat ik dat even zien aan jullie. En wil je meer weten over Money to Work natuurlijk, kun je dan ook ons daarop contacteren. Dan scherm kan kijken. Harry zegt, ja, je kunt de demo-rekening openen. En dat is namelijk bij FX Flat. Dat kan. Maar daarmee heb je nog niet ons systeem. Dat is het volgende. Als je namelijk het systeem hebt, dan krijg je deze mooie grafieken. Als je ons systeem niet hebt, dan heb je namelijk basisgrafieken. En daar heb je op zich heel weinig mee. Want je kunt op zich wel daytraden, maar dan ben je een beetje blind aan het tasten. Dus dat zou ik ook zeker aanraden. En met ons systeem kun je namelijk ook 30 dagen niet goed geld teruggaan. Tweedheid. Dus als jij wilt kijken, ga even naar. Dus, FX Flat is dat, hè? De demo-rekening kun je eenvoudig aanvragen. Dat is met deze link. En wil je meer weten over het systeem, dan verfilm ook ons. Even kijken, heeft iemand tot slot nog een ander ja, markt dat zegt, nou, dit vind ik wel interessant. Om te bekijken, om op te handelen. Heb je hier ook gewoon gelegenheid toe. Anders kun je zeggen van, dan doen we de volgende keer weer een sessie. En je krijgt per mail namelijk ook onze dingen. Nou, als je nog een gratis handleiding wilt downloaden, dan nodig je iedereen uit om een handleiding te downloaden. Deze. Schrijf dan gerust in via deze link. En dan krijg je daar ook automatisch de handleiding van ons bedrijf. Alleen met een online training. Morgen, trouwens, huishoudelijke mededeling. Morgen om 10:30 hebben wij een soort schengel webinar. Dat doe ik samen met Leonne en met. Nee, alleen met Leonne en ikzelf om 10:30. En dan heb ik, moet ik even kijken. Om 12 uur is dan de afsluitende lunchwebinar. Om 12 uur met Menko wordt het dan. Ik weet niet of jullie nog urgente zaken hebben op dit moment. Maar degene. Ik zit in Huizen. Hey, Jos zit in Huizen, dat meen je niet. Oké. Okay. Dat is om de hoek, dus een thuiswedstrijdje. Dus voor degene die nog even tot slot wil weten hoe dat gaat. Dus ik zou zeker zeggen, als jij tijd en energie en zin hebt om te komen, zou ik zeker aanraden om naar die daytrading seminar te gaan. Want daar leer je heel veel van. We hebben ook een mystery guest die dan ook komt om te gaan traden. Oh, Jos. Ja, met motion heb je dat. Mooi. Dat is mooi. Top.
Nou, en dat is dan over daytrading. Als je denkt, nou, daytrading is een mooie tak van sport om te doen. Ik weet niet of Jos, of ik jou vorige keer heb gezien, of dat je net nieuw bent. Want ik ben ook een keer in huis geweest met Mosin. Voor me was het ergens in mei. Begin mei ergens, volgens mij, of april. En dit is 7 juli. Dat is dan onze dingen. We hebben dus twee tickets, €197 voor een basisticket. En met coaching erbij is dat €497 inclusief. Dat is namelijk een mooi ticket voor de FIPS. Dus, Jos is nieuw. Kijk, nou, dat zou ik in ieder geval aanbieden. Ik ga morgen ook de eerste dag van Motion is dat, of de tweede? De eerste dag. Dan zou ik in ieder geval aanraden, Jos, hou mijn credentials, hou mijn contactgegevens even bij de hand. Eerste dag. Nou, ik wens je heel veel plezier met Mosin. En mocht je van TCT richting 7 juni opgeschuiven, kijk of dat wat voor je is. En neem anders contact met mij via mijn Calendly link of via info@moneytowork.com. Dan help je verder op weg. Nou, in ieder geval, ik weet niet wie van jullie gaat nog meer morgen naar huizen. Voor de sessie. In ieder geval zie ik bekende namen ook natuurlijk. En heel veel succes iedereen. Bedankt voor het kijken alvast. En heel zo, ja, tot de volgende keer. En misschien hasta mañana. Tot ziens. Dag iedereen. Ciao, ciao.